Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. Het is alweer bijna december en dat betekent dat de feestdagen eraan komen. En ja, zelf met kerst vraag ik natuurlijk altijd het liefste boeken. Maar dan is het elke keer weer de vraag, welke boeken? Ga ik een verlanglijstje maken? Zo ja, wat zet ik er dan op? Maar ook als ik boeken wil geven, wat voor een boek geef je nou aan iemand? Dus ik ga jullie helpen met een bookish gift guide. Ik ga van verschillende genres gewoon 3, misschien 4 boeken noemen waarvan ik denk dat die wel heel erg leuk zijn om te geven. En daarbij ook even aangeven voor wie ik denk dat het een leuk boek is, waarom ik denk dat het een leuk boek is. Maar ik probeer er wel redelijk snel doorheen te gaan. Dus laten we gewoon gaan beginnen met het eerste genre. En daarvoor heb ik uitgekozen jeugdboeken. En dan vooral jeugdboeken van dingen die je kan voorlezen of kinderen die al ietsjes ouder zijn. Want echt jeugdboeken lees ik eigenlijk niet. En daar heb ik deze 3 voor. Allereerst The Last Bear. Ik heb hem in het Engels, maar hij is ook vertaald naar het Nederlands. Daar heet hij De Laatste Beer. Heel mooi verhaal over vriendschap tussen een meisje en een ijsbeer. En ja, er zit ook echt wel een boodschap in van global warming, plastic vervuiling, dat allemaal. Dus het heeft ook echt wel een hele mooie boodschap over de natuur. De volgende die ik op het lijstje heb gezet is Jij mag alles zijn van Griet op de Beek. Deze was 2 jaar geleden denk ik een van mijn favoriete boeken van 2021 was het dan denk ik, 2022. Heel erg mooi boek. Gaat over mentale gezondheid. Er zitten hele mooie illustraties ook in. Het is misschien een wat zwaarder boek. Omdat het gaat over een meisje waarvan haar broertje, haar tweelingbroertje overleden is. En haar moeder depressief is. Maar een heel stuk parentificatie wat erin zit. Maakt dat het ook een onwijs mooi en ontroerend boek is voor volwassenen om te lezen. Dus deze zou ik zeker aanraden. En hij ziet er natuurlijk ook echt prachtig uit. En als laatste, en dat is echt een van mijn favoriete jeugdboeken, Mot en de Metaalvissers van Sanne Rozeboom. Zitten ook hele mooie illustraties in. Hij is wel ietsjes dikker, maar leest echt onwijs vlot. Gaat over Mot en Mot die, Mot heet eigenlijk Vlinder, maar ze wil liever Mot heten. En dan komt ze in contact met metaalvissers, gaat ze zelf metaalvis spullen kopen en dan vangt ze een duikboot. En met die duikboot beleeft ze avonturen. Echt super leuk jeugdboek. Dus dit wat betreft de jeugdboeken. Het volgende genre wat ik graag wil bespreken is non-fictie. Daar heb ik 3 best wel verschillende boeken van gekozen. En natuurlijk, ik kan van alle genres echt heel veel boeken verzinnen. Maar ik heb toch geprobeerd een beetje een selectie te maken van allemaal verschillende dingen. Allereerst, Het kan ook nooit normaal van Lieke Hester. Belevenissen van een hoofdagent. Het zijn allemaal korte verhaaltjes wat zij meemaakt als hoofdagent in Amsterdam. En dan vooral op district van de Wallen. Dus waar heel veel toerisme en criminaliteit is. Echt heel erg leuk om te lezen, al die anekdotes. Dus als jij iemand hebt in je omgeving die hierin geïnteresseerd is. Of bijvoorbeeld het programma Bureau en dan de stad van Ewout heel erg leuk vindt. Is het zeker aan te raden om deze te geven of op je eigen lijstje te zetten. Het volgende boek is Beyond the Wand van Tom Felton, oftewel Draco Malfoy uit Harry Potter. En hij vertelt hier eigenlijk over zijn leven, hoe hij uiteindelijk bij Harry Potter is gekomen. En wat hij daar ook een beetje achter de schermen allemaal heeft meegemaakt. Dus heel erg leuk, ik ben er op dit moment nog in bezig. Ik moet hem nog uitlezen. Maar als je iemand in je familie hebt of jijzelf die echt Harry Potter fan is en die heeft dit boek nog niet, zeker een aanrader. Het is wel alleen in het Engels. Hij is nog niet vertaald. Maar in het Engels is het in principe prima te lezen. En als laatste van non-fictie heb ik een boek gekozen wat ik echt net uit heb gelezen. En dat is Op je lijf geschreven. Met een hele mooie kaft met allemaal vrouwenlichamen erop. En dit is een non-fictie boek wat gaat over body positivity en zelfliefde. Dus ben je of weet je iemand die hier best wel mee bezig is, dan is het een heel mooi verhaal. Er staan allemaal verhalen in, maar ook tips, adviezen en ja, ook heel mooi vormgegeven trouwens. Dus zeker een aanrader als je een non-fictieboek wil gaan geven.
Het volgende genre wat ik ga bespreken zijn thrillers. En daar heb ik deze drie voor uitgekozen. Laten we beginnen met degene die ik onlangs heb uitgelezen en die me echt positief heeft verrast. Het is al een ietsjes ouder boek, tenminste ouder. Hij is niet van dit jaar. En dat is Sluit alle deuren van Riley Sager. Een boek wat een beetje onder je huid gaat zitten, waarvan je de hele tijd denkt, wat gebeurt hier nou? Hoe zit het nou? Hoe gaat het aflopen? En een plot wat je echt absoluut niet ziet aankomen. Dus ja, echt heel erg. Ik heb me er in ieder geval heel erg mee vermaakt. Dus als je iemand hebt die houdt van thrillers, is deze een aanrader. Ook heb ik er opgezet Waar bloed bevriest. Dat is eigenlijk weer een heel ander soort thriller, want dit is meer een actie-slash-achtervolgingsthriller. Maar dan in de, echt in het noorden. Dus vader en dochter zijn op skis en die worden achtervolgd door mensen die niet zoveel goeds in de zin hebben. En ondertussen heb je ook best wel veel wat je leest over de band tussen vader en dochter en hoe zij overleven in de wildernis. En dat vind ik ook een heel mooi aspect hieraan, waardoor ik dit een hele mooie, fijne, unieke thriller vond. Dus ik denk dat dit ook wel een mooi boek zal zijn voor vaders of broers of iets. En de laatste die ik heb uitgekozen is De Hulp van Frida McFadden. Heel veel op Bookstagram al bekend geweest. Maar deze gaat over Millie, geloof ik. En Millie heeft een paar jaar in de gevangenis gezeten, maar je weet niet waarvoor. En dan komt zij te werken in een huis als hulp, waar dingen niet helemaal zijn zoals ze lijken. En ja, er spelen best wel wat rare, bijzondere dingen daar. En daar ga je uiteindelijk over lezen. Dit boek lees je echt in één adem uit. Echt, echt een aanrader om te gaan lezen. Er is ook al een deel 2 van. Wat de hulp weet. Maar dan weet ik niet meer zeker hoe die heet. Maar die is ook heel erg goed. Het volgende genre kon ik er geen 3 kiezen. Dus heb ik er 4 gekozen en dat is fantasy. Dus ook die ga ik even doorlopen. Ja, ik kon hier echt heel veel van kiezen. Maar ja. Allereerst, Het Weeshuis in de Azierblauwe Zee van TJ Kloen. Dit is meer een cozy fantasy, wat niet heel erg ingewikkeld is om te lezen. Hij wordt altijd weggezet bij jeugdboeken, maar het is meer young adults slash fantasy voor volwassenen die gewoon zin hebben om weer even terug te gaan naar iets lekker cozy's om te lezen. Heel lief, heel aandoenlijk en echt tranentrekkend. Dus ja, weer net een ander soort fantasy dan de andere boeken die hierop staan, laat ik het zo zeggen. Het volgende boek wat ik erop heb gezet is Het Oneindige Verhaal van Michael Ende. Deze heb ik zelf een paar jaar geleden, vorig jaar of 2 jaar terug, voor kerst gekregen. En allereerst kijk even naar deze prachtige koffer, prachtige uitvoering. Op het moment dat je dit uitpakt ben je gewoon gelijk al helemaal blij. En dit boek is echt leuk om te geven voor jong en oud. Want het is in principe is het een jeugdboek. Maar hij is volgens mij in de jaren 60 al geschreven. Dus je ouders zullen hem ook vast wel kennen. En voor hun ook heel leuk om weer opnieuw te gaan lezen over de avonturen van Bastiaan en Atreyu. En hoe heet dat paard ook alweer? Weet ik even niet. Maar ja, Het Oneindige Verhaal, de Neverending Story. Ik denk dat veel mensen hem wel kennen. Nu dus uitgebracht in een nieuw jasje. En dat nieuwe jasje is zeker het kopen waard. Het verhaal zelf trouwens ook. Daar heb ik ook echt, echt van genoten om die weer te lezen. Dan hebben we een boek waar we echt, oh, gooi je bijna mijn ding om, waar we echt niet omheen kunnen. En dat is Fordring van Rebecca Jarls. De hype van dit jaar. Dus ja, mocht je iemand hebben die wel houdt van fantasy en draken en een dodelijke school en heel veel actie, maar ook een beetje romance, zet dit erop. Dit boek was echt, echt heel erg tof. Het is wel deel 1 van een serie. Deel 2 is in het Nederlands nog niet uit, maar in het Engels al wel. Dus je kan hem eventueel ook deel 1 en deel 2 in het Engels geven. En als laatste van de fantasy heb ik deze erop gezet, In het Vervloekte Hart van Rima Ori. Ik heb nog de limited editie, die is niet meer te krijgen, maar je kan hem nog wel in paperback kopen. Of misschien online nog een limited editie ergens scoren. Van Nederlandse Bodem heeft dit jaar ook een prijs gewonnen. Ik weet niet meer precies welke prijs, maar heeft een prijs gewonnen. En ja, heel erg spannend. Het speelt zich af in een soort van fictief Suriname slash India. En het heeft te maken met allemaal
monsters en krachten. En ja, het wordt een beetje weggezet als een horror fantasy. Nu moet ik zeggen dat ik hem niet heel erg horror vind. Maar ik kon op zich wel erin komen waarom ze het woordje horror laten vallen. Dus heel erg tof. Zeker het lezen waard. Is ook deel 1 van de serie, maar deel 2 is nog niet uit. Dus dan kan je gewoon deze geven. De volgende aanraders die ik heb, dat zijn ook dat zijn series, maar niet per se. Ik wil zeggen niet per se een genre, maar het is allemaal fantasy. Maar dit zijn series die al klaar zijn. Dus als je een duurder cadeau wil kopen, kan je bijvoorbeeld een hele box set kopen. Of je kan ze gewoon allemaal in één keer kopen. Dan is de serie in één keer klaar. Maar je kan natuurlijk ook gewoon het eerste deel kopen. En het zal geen verrassing zijn. Maar ik heb hierop gezet De Glazen Troon van Sarah J. Maas. Is echt mijn favoriete boek aller tijden. Het is een fantasy serie wat zich afspeelt over 8 boeken. Dit is deel 1. Je hebt ook een deel 0.5. Maar deel 1 hebben ze uitgebracht als limited editie. Deel 2 ook. Die zijn allebei nog te kopen. Maar je kan ook bijvoorbeeld ofwel de hele serie in het Nederlands kopen. Ofwel de hele serie in een box set in het Engels kopen. En dan heet die Throne of Glass. Beste serie ooit. Dus als je iemand hebt die houdt van fantasy en echt een nieuwe familie in boeken wil vinden, dan zou ik zeker deze aanraden. Volgende serie is een trilogie en dat is de Genezer van Salindorf trilogie van Lynette Noni. Heel tof. Het gaat over een meisje die genezer is in een gevangenis. En dan wordt er een rebellenkoningin wordt binnengebracht. En daarbij wordt gezegd wat er ook gebeurt, hou haar in leven. En ondertussen moet dus Kiva, het hoofdpersonage, allemaal proeven gaan doen om te overleven. En dan heb je ook nog een deel 2 en deel 3 waar echt nog heel veel in verder gaat. Dus young adult fantasy, wel echt heel erg tof om te lezen. En dan heb ik, dat is een duologie, Het Koninkrijk der Bruggen. Er komen ook nog spin-offs van andere personages. Maar in principe is dit een duologie die ook gewoon allebei al uitgegeven zijn. En dit is ook young adult, maar dit speelt zich juist in een hele tropische setting af. Dus ja, eigenlijk ook net weer anders dan alle andere young adult fantasy boeken. In ieder geval een andere setting daarin. Dus ook echt heel erg leuk om te geven. Het volgende genre waar ik boeken voor heb uitgekozen is Tweede Wereldoorlog, maar dan non-fictie. Daar heb ik ook 3 van en dat zijn deze 3. Allereerst, de jongen die zijn vader naar Auschwitz volgde, gaat over vader en zoon. Zoon is volgens mij 16 en zij worden al vrij snel in het begin van de Tweede Wereldoorlog, volgens mij al in 1939... naar concentratiekampen gestuurd en op wonderbaarlijke wijze overleven zij dat. Het is een onwijs heftig boek, maar als jij of iemand aan wie je cadeau wil geven heel erg geïnteresseerd is in verhalen over de Tweede Wereldoorlog, zou ik deze zeker aanraden, want dit is echt een van de sterkste verhalen die ik heb gelezen. Het is wel non-fictie, dus het is niet in romanvorm. Er zijn verder niet heel veel dialogen en dergelijke, maar er zit wel zo'n 60 bladzijden aan naslagwerk achterin. Dus het is wel een heel sterk boek wat dat betreft. Het volgende boek wat ik op heb gezet is Het Hoge Nest van Roxane van Ieperen. Een van mijn favoriete boeken aller tijden. En niet omdat het leukste boek ooit is, maar net als de jongen die zijn vader naar Auschwitz volgde, is het een non-fictie verhaal over de twee zussen Brillenslijper. Hoe zij als Joodse vrouwen eigenlijk ook best wel veel andere Joodse mensen proberen te redden van de nazi's. En ze daar laten onderduiken. En ik weet niet wat ik er verder heel veel over kan gaan vertellen. In ieder geval dat het een gruwelijk, maar ook heftig verhaal is. Maar ook echt onwijs goed geschreven. En er is heel veel onderzoek naar gedaan. Dus heb jij of iemand wie je het cadeau wil geven dit boek nog niet in huis of nog niet gelezen, ga hem echt lezen. Ik heb hem in hardcover. Hij is er ook in paperback. En volgens mij heb je tegenwoordig ook een goedkopere versie ervan. Dus zeker een aanrader. En als laatste heb ik deze gekozen toen het oorlog was. 1939-1945. En dit is een jeugdboek over de Tweede Wereldoorlog. Maar dit is meer een beetje een soort van encyclopedie. Want er staan
Gewoon heel veel tekst, heel veel plaatjes met kleine stukjes tekst. Waar heel duidelijk in wordt verteld wat voor materialen er gebruikt waren, wie de hoofdrolspelers waren. Maar ook welke gevechten er waren, waar er gevochten werd. Van alles. Interessant voor jong en oud, want ik heb hem gelezen en ook ik heb weer nieuwe dingen geleerd. Dus zeker een aanrader en ik denk ook echt een prachtig boek om met de feestdagen te geven. Dan hebben we natuurlijk ook Tweede Wereldoorlog boeken die in een romanjasje zijn gegoten. En ja, ik kon gewoon echt niet kiezen. Het is een van mijn favoriete genres om te lezen, omdat ik het gewoon echt heel erg interessant vind allemaal. Dus ik heb er ook heel veel boeken van gelezen en het deed een beetje pijn in mijn hart om er maar drie te kiezen. Maar ik heb deze drie uitgekozen. Allereerst, De Boekendief van Marcus Zusak. Dit boek is al, nou, best wel oud. In ieder geval best wel veel jaren oud. Ik weet niet, kan ik het hier zien, hoe oud die is? Ik zie het zo 1, 2, 3 even niet staan. 2005. Dus het is al een wat ouder boek. De kans dat je hem al gelezen hebt is best wel groot. Maar als je hem nog niet gelezen hebt, ga hem lezen. Het is echt, echt een prachtig boek. Wat vanuit een bijzonder perspectief wordt geschreven. Want het wordt geschreven vanuit de dood. Dus het is echt een perspectief wat echt vanaf bovenaf wordt verteld. Waar je in het begin waarschijnlijk een beetje moet gaan inkomen. Maar uiteindelijk je het gewoon niet droog kan houden. En echt een prachtig ontroerend verhaal is. De volgende is een van mijn favoriete boeken aller tijden. En dat is Noem Geen Namen van Astrid C. En dit is deels gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Het gaat namelijk over de crash tegenover de Schouwburg in Amsterdam. Daar in die Schouwburg werden destijds alle Amsterdamse Joden verzameld voordat ze naar de kampen gebracht werden. En ze gaan daar eigenlijk in verzet. De meiden van de crash die moeten alle kinderen en baby's opvangen omdat anders in de Schouwburg geen plek is. En zij gaan samen met een verzetsgroep gaan zij proberen om die kinderen weg te smokkelen. Het is een heel heftig, rauw, ook pijnlijk verhaal, maar het is geschreven voor young adult. Dus het is ook gewoon als tieners. Voor tieners is dit al prima te lezen, maar voor volwassenen ook echt een heel erg mooi boek. En dan heb ik nog een nieuw boek wat onlangs is uitgebracht en dat is Het Meisje met de Halve Ster van Judith Visser. Dit vond ik echt een heel mooi goed boek, voornamelijk ook omdat het aan de ene kant gaat over Debra. Je volgt het perspectief van Debra, maar aan de andere kant volg je het perspectief van Haver. En Haver is een wolf die is ontsnapt uit de dierentuin in Rotterdam toen daar de bombardementen waren. Dus het is echt een boek van Nederlandse bodem, wat zich ook afspeelt in en rond Rotterdam. En wat ik heel erg goed vond aan dit boek is dat het heel erg laagdrempelig is. Dus ook als je normaal gesproken niet echt Tweede Wereldoorlog boeken leest, maar je zou er wel wat meer over willen lezen, zou ik echt aanraden om met dit boek te beginnen. Hij is wel dik, maar je vliegt er doorheen. Het was echt, ik vond het echt een heel mooi ontroerend boek. En ook hier heb je zakdoekjes bij nodig. Dan heb ik het genre Young Adult. Daar moest ik ook eventjes voor kijken. Wat ga ik daar nou van op het lijstje zetten? En daar heb ik deze drie voor uitgekozen. Allereerst, Thuis draag ik bij me van Cecile Korevaar. Dit gaat over drie tieners die vluchteling zijn uit Syrië. En zij proberen naar Europa te vluchten. En de dingen die zij meemaken zijn onwijs heftig. Het is niet een verhaal wat op waarheid is gebaseerd. Maar de dingen die zij meemaken zijn wel dingen die vluchtelingen ook echt kunnen meemaken. Of zelfs ook zelf meemaken. Dus wat dat betreft vond ik het echt een eye-opener op mijn eigen kijk ook op vluchtelingen. Het is een dun boek. Je leest hem echt zo uit. Heel makkelijk, heel fijn geschreven. En ja, ook wederom echt een tranentrekker. Dan heb ik gepakt Jack and Mate. Deze is afgelopen maand uitgekomen. Dus het is ook nog een heel nieuw boek van Ellie Hazelwood. Zij schrijft normaal gewoon voor volwassenen. Maar nu heeft ze een young adult boek uitgebracht. En dit gaat over schaken. Als je hem nu nog koopt, heeft hij hele mooie sprayed edges. Dus dat is ook heel erg leuk om cadeau te geven. Of te krijgen natuurlijk. Je hoeft geen verstand van schaken te hebben, want dat had ik ook niet. Maar ik heb er wel heel erg van genoten. Het is een beetje een liefdesverhaal. Er zitten geen spicy scènes in.
het hoofdpersonage is gewoon lekker sassy en sarcastisch. En ja, ik vond het een heel leuk verhaal. Ik heb echt vaak hardop moeten lachen en ik vloog er doorheen. Ik heb hem binnen 2 dagen uitgelezen. Hij is ook niet heel dik, maar wel echt heel erg leuk om te lezen. En ik heb toch nog een onderdeel van een serie, deel 1, Moordgids voor lieve meisjes. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar mensen die zeggen, ik hou niet van lezen. Ik weet zeker dat ze dit boek leuk gaan vinden. Ik denk vooral dames, jongens ook vast wel, maar het is geschreven vanuit het perspectief van een vrouw. Dus dat kan misschien meiden wel wat meer aantrekken. Maar ja, echt heel leuk. Het gaat over Pippa en zij moet een profielwerkstuk schrijven en zij besluit om een profielwerkstuk te schrijven over een moord die een aantal jaar geleden is gepleegd. Want Pippa denkt dat het niet is gegaan zoals de politie zegt dat het is gegaan. En dat gaat zij dus helemaal onderzoeken. Heel erg leuk. Echt heel erg leuk. Dus voor mensen die zeggen, ik ben niet zo fan van lezen. Ik denk dat tieners in ieder geval dit wel een heel erg leuk boek gaan vinden. Dan hebben we nog 2 genres te gaan. En dan heb ik allereerst het genre Feel Good. En het eerste boek wat ik daarvan wil bespreken heb ik helaas niet fysiek in huis. Die wil ik nog wel kopen, want ik denk dat ik hem echt nog wel vaker wil gaan lezen. Ik heb hem als audioboek geluisterd en dat is Langs de Kerst Ooit van Lisette Jonkman. Dit is eigenlijk een beetje Groundhog Day, zo'n loophole. Meisje is jarig op eerste kerstdag en zij houdt helemaal van kerst. Kerst is fantastisch, maar die dag gaat echt alles mis. Dus ze is heel erg verdrietig dat alles helemaal mis is gegaan, alles in de soep is gelopen. Dus ze gaat slapen, volgende dag wordt ze wakker, is het wederom eerste kerstdag en gaat weer alles mis. En dan is het aan haar om te kijken hoe kan zij die loophole gaan doorbreken. Heel leuk, heel veel humor, heel vaak hardop gelachen. Dus wil je een kerstboek geven, zou ik die zeker aanraden. Dan hebben we een boek wat ik zelf nog niet heb gelezen. Wie ik ben zonder jou van Suzanne Musquet. Ik wil hem wel echt heel erg graag lezen. En ik denk dat het ook heel erg leuk is om cadeau te geven. Suzanne is op dit moment ook een tour aan het doen door Nederland om in verschillende boekhandels te gaan signeren. Bij best wel veel boekhandels is ze ook al geweest. En daar liggen misschien nog gesigneerde exemplaren. Dus zeker aanrader om daar in ieder geval even voor te gaan kijken. Deze gaat over Joy van 27 en Frida van 72. En Frida heeft haar man verloren en Joy haar relatie is uitgegaan. En zij vinden elkaar daarin en bouwen een hele mooie vriendschap op. Dus ja, ik denk een heel mooi feel-good verhaal waar misschien ook wel zakdoekjes bij nodig zullen zijn. En als laatste heb ik dus eigenlijk deel 1 van een serie Edward's Keuze van Marijke Vos. Het is de Richwood Hall serie en dit is een historische feel-good, laat ik hem zo zeggen. Aan de ene kant volg je de 3 broers Bellamy. In deel 1 Edward, in deel 2 Daniel en in deel 3 James. En wat zij daar meemaken. En ruim 100 jaar later, dus in het heden ongeveer, volg je 3 vrouwen, in elk boek een andere vrouw, die geheimen ontdekken over hun familiegeschiedenis en die erachter proberen te komen wat er precies is gebeurd. Dit is een serie van 3 delen waarvan ik zou zeggen, koop ze gewoon lekker alle 3. Je kan ze in cadeaupakketten kopen, dan heb je er 3 voor €30. Zou ik zeker aanraden om dat te doen, want op het moment dat je deel 1 uit hebt, wil je deel 2 lezen. En op het moment dat je deel 2 uit hebt, wil je deel 3 lezen. En op het moment dat je deel 3 uit hebt, denk je, oh, ik wil weer opnieuw terug naar Richwood Hall. Heel erg leuk, heel fijn, historische feelgood. Voor het eerst dat ik zoiets heb gelezen, maar echt heel erg van genoten. Dus mocht je iemand in de familie hebben die hiervan houdt, van familiegeheimen, familiegeschiedenis, zeker aan te raden. En het laatste genre, dat heb ik meer roman, waarvan sommige iets meer literair, sommige niet. En daar heb ik er 4 voor gekozen, omdat ik dacht, ik kan gewoon niet kiezen. Allereerst ben ik gegaan voor Achter Hoge Bergen van Emma Anna. Dit speelt zich af in, even kijken, de jaren 90 van Montana in de Verenigde Staten. En het is gewoon een heel erg mooi liefdesverhaal wat gaat over Beth en Jeremy. Beth heeft een zoontje en haar man komt te overlijden. Komt ze er eigenlijk alleen voor te staan. Ze heeft geen geld om rond te komen. En dan zegt de broer van haar overleden man, dus Jeremy, die zegt, hey, je kan wel bij mij komen wonen en wij zorgen wel voor je. En dan ontwaakt er een heel erg mooi liefdesverhaal. Zeker een aanrader. Heel erg mooi om te lezen. Wel meer een verhaal voor volwassenen, maar aanrader.
De volgende, en daarom heb ik er nou 4 gekozen, is omdat ik denk, ja, dit is niet echt een roman, maar het is ook niet een thriller. Ik zou niet weten onder welk genre ik hem zou scharen. En dat is De Groene Mijl van Stephen King. Het is al een heel oud boek, maar hij is nu uitgebracht opnieuw in een hele mooie limited editie. Ik weet niet of die limited editie nog te krijgen is, maar mocht die nog te krijgen zijn, is het een prachtig boek om te geven. Zowel voor oudere mensen als voor jongere mensen. De Groene Mijl, de Green Mile. Ik denk dat heel veel mensen de film in ieder geval wel zullen kennen. En het boek is echt oprecht even mooi als de film. Dus zet op je lijstje. Dan heb ik erop staan Het Walvistheater. Dit is meer literair. Het is geschreven door Joanna Quinn. En ik had een beetje een haat-liefdeverhouding met het boek. Aan de ene kant vond ik hem wat traag en dacht ik, waarom wordt dit nou allemaal beschreven? Aan de andere kant vond ik hem heel mooi en blijft hij echt heel erg lang in mijn gedachten zitten. Het gaat over 3 kinderen die opgroeien in Engeland, in het interbellum. En ja, ondertussen zijn er wat tijdsprongen, komt de Tweede Wereldoorlog komt voorbij. En het is gewoon een heel mooi verhaal over een ja, familiegeschiedenis. Confrontatie met de Tweede Wereldoorlog. Echt prachtig. Het is dus wel meer literair. Maar kijk even wat een pareltje dit boek is. Dus mocht je iemand hebben of zelf die van dit genre houdt, zou ik zeker zeggen, ga deze kopen en ga hem lezen. En het allerlaatste boek van vandaag heb ik deze gekozen. De Troostbibliotheek van Sarah Nisha Adams. Echt een heel erg mooi, leuk boek. Hierbovenop staat een hartverwarmende roman over hoe boeken een onwaarschijnlijke vriendschap creëren tussen 2 heel verschillende mensen in een Londense buitenwijk. Ja, dat is eigenlijk ook hetgene wat ik er voor nu over wil vertellen. Weet je, het is gewoon eigenlijk een ode aan boeken en de liefde voor boeken. Er wordt een lijst ook ingenoemd met een x-aantal boeken die je kan lezen als je het moeilijk hebt. Wat ik ook heel erg mooi vind. En vanuit elk boek wordt weer een levensles besproken. Het leest vlot, het is niet ingewikkeld. Het is gewoon heel mooi, heel fijn geschreven. Dus ook deze zou ik zeker aanraden. En dat was hem alweer. Dat waren alweer al mijn boeken die ik zou aanraden. Nee, niet al mijn boeken die ik zou aanraden. Want ik heb nog veel meer boeken die ik eigenlijk wil gaan aanraden. Maar ik heb gewoon geprobeerd van elk genre even 3 boeken uit te kiezen die ik zelf heb gelezen. Eentje dus nog niet. Maar waarvan ik denk dat andere mensen hem ook heel erg mooi kunnen vinden. Dus ik hoop dat je wat aan deze gift guide hebt gehad. Heel veel succes met het samenstellen van je verlanglijstje. Of het uitzoeken van boeken voor familie of vrienden. En ik ben heel erg benieuwd. Wat staat er op jullie verlanglijstje? Of wat zou jij zelf cadeau geven aan iemand? Laat het hieronder eventjes weten. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doei!